Bij het eerste werkpakket zijn we echt gaan kijken van, nou, welke stadslabs zijn er allemaal in regio Utrecht? Wat komen we allemaal tegen als we googlen op stadslab? Er zijn we een heleboel verschillende stadslabs tegengekomen. De ene richt zich op geografie, de andere richt zich op duurzaamheid. Weer een ander gaat over wat meer over gezondheid. Er zijn stadslabs gericht op criminaliteitsbeheersing in Utrecht. Nou, er zijn heel veel verschillende stadslabs die we zijn tegengekomen en die we met elkaar hebben vergeleken. En waarbij we ook hebben gekeken van welke organisaties, welke mensen zijn erbij betrokken. In werkpakket 2 zijn we vooral aan het inzoomen op 2 stadslabs uit die lijst van stadslabs die we in werkpakket 1 hebben gevonden. Ons stadslab is onder andere Utrecht 900 en we gaan daarbij kijken van hoe kunnen we de knelpunten die dat stadslab ervaart of die ze tegenkomen, hoe kunnen we daaraan bijdragen? Door middel van interventies, door middel van reflectie, door middel van ergens aan deelnemen bijvoorbeeld, aan bepaalde vergaderingen. En op die manier proberen we het stadslab een stapje vooruit te helpen.